Bob, jullie wonen aan zee en je vader Stefan heeft een strandtent met lichtstoelen voor u. Jij bent daar praktisch opgegroeid en vindt het de fijnste plek die je kan bedenken. Stefan, jij hebt een fantastisch bod gekregen op de strandtent, wat jou de mogelijkheid geeft je om te laten scholen tot de meubelmaker die je al je hele leven wil zijn. Jullie zijn samen de strandstoelen voor het nieuwe seizoen aan het checken. Wacht even hoor. Dat zijn, hier word ik dus elk jaar weer ontzettend moe van. Hier dat hoort er wel bij. Ik weet dat het erbij hoort, jongen. En ik weet het. Ah, kijk, nu begrijp ik hem. Nee, ik weet het alweer. Zo. Echt? We zitten hier. Hoppakee. Zo doe je dat. Nee, weet je. Je moet me wel even leren. Ik moet het ook kunnen. Ja, nou, je pakt dus eigenlijk de onderkant. Ja. Kijk uit voor je vingers. En je doet eigenlijk alleen maar dit. Oh. En dan doe dat ding naar beneden. Deze zo. Ja? En dan moet je iets goed doen. Nou, kijk. En dan zetten we ze naast elkaar. Nou, even kijken. Kijk, dat is weer spannend. Ja. Waar is dit? Ah. Ja, nou. Ik wil je nog wat vertellen. Ik stop met de strandtent. Ik heb een bod gekregen, nou jongen, dat wil je niet weten. Van iemand die vent die drie strandtenten verderop zit. Die aast al heel lang op dit stekkie. Ja. Die heeft gezegd, oké, ik betaal je anderhalve ton. Anderhalve ton? Weet je wat anderhalve ton is? Het is 150.000 euro, ja. Krijg ik. En vervolgens kan ik een droom die ik al jaren heb... en waarvan je moeder wist dat ik die had... om meubelmaker te worden, kan ik gaan verwezenlijken. En dan kan ik zoveel strandstoelen voor je maken als je wil... die het veel beter doen en veel steviger zijn dan deze. En dan kunnen we onze eigen strandstoel meenemen... dan gaan we hier gewoon lekker naast zitten. Die 150.000 euro, die staat gewoon lekker op de bankrekening. Lekker een beetje aan te wassen. Wat? En als ik dood ga later... wat ik niet lang niet verplant ben, hoor, schat. Als ik dood ben, dan heb jij een lekkere erfenis te pakken. Dan heb jij een toekomst. Wat vind je daarvan? Kut. Kut? Dan gaan we dus hier weg. We gaan hier weg. We zeggen dit gedag. Nou ja, nee, je kan niet elke dag naar het strand. Het strand is openbaar, ja. Is openbaar terrein. Dus je kan hier gewoon gaan zitten met je eigen strandstoel. Of je huurt hem voor een tientje. Ja, dat bedoel ik. Huren voor een tientje. Ja? We zetten het nou zelf op. Dit zijn onze stoelen. Ja, nou ja, of je neemt de strandstoel mee. Ik bedoel, binnenkort heb je je rijbewijs. Gooi hem achter in de auto. Je gaat gewoon hier naast die strandstoel. Kost het je geen rol. Ga je hier gewoon zitten. Dat is toch heerlijk, man. Je hebt die verantwoordelijkheid, niet die last. Ja. Elk jaar weer, maar je moest eens weten. Belasting op mijn nek. Mensen die geld van me willen. Dan zit je weer met allemaal spul over. Omdat het gaat regenen, heb je hele diepvries weer vol liggen. Het gaat. Ja, maar waarom denk je in problemen? Je hebt dit toch hartstikke leuk lang gedaan. Dat was toch hartstikke leuk, samen met mij. Natuurlijk was het hartstikke leuk samen met jou. Ik wil dit ook gaan doen, samen met jou. Ja, maar jij langs de zijlijn en ik in het veld. Maar wat, nu moet je me even uitleggen, moet je me even helpen. Wat wil je? Ik denk ook dat ik dat kan. Ik wil het hier overnemen. Overnemen? Ja, overnemen. Die rotzooi, man, je weet niet. Het is helemaal geen rotzooi. De houtrot zit erin, man. Hier heeft mama heel veel plezier aan gehad. Ja, dat weet ik. En ik ga dat niet in één keer weggooien. Nee, maar jij wil dat weggooien voor geld. Wat heb ik nou aan geld? Ik wil jou een goede toekomst bieden. Ik wil zekerheid. Mama, die was hier altijd heel erg op tegen, hè? Helemaal niet. Dat is wel waar. Nee. Het was mijn droom in het begin, om hier te... Dit zit je nou te liegen om mij over te halen. Ik zie niet te liegen. Wel. We hebben al jarenlang onzekerheid gehad. Daar hebben ze heel veel zorgen van gehad. En ik wil helemaal niet zeggen dat mama daardoor ziek is geworden. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar ze was daar in eerste instantie helemaal niet voor. En we hebben jarenlang moeten sappelen toen jij klein was, man. Jezus. Nou, echt waar, hoor. En ik wil de kaart mama helemaal niet spelen. Ja, maar ze hoort erbij. Dat kan je wel niet willen, maar het is gewoon zo. En bedoel je dat je altijd nog aan mama moet terugdenken als je hier bent? Moet je veel aan mama denken als je hier bent? Of wat bedoel je dan? Maar we kunnen hier toch gewoon terugkomen? En dan heb jij ook later al die sores niet. Ja, maar het is zo anders, man. We hebben hier nu gewoon ons eigen dingetje. Onze eigen stoeltjes, onze eigen bar. Dat kunnen we gewoon allemaal zelf samen doen. En als jij het dadelijk helemaal niet meer kan omdat je te oud bent, nou dan... neem ik de grote last op me en dan kan jij een beetje rustig aan doen. Mag jij wat vaker op het strand zitten? Ja, maar ja, weet je, we kunnen altijd op het strand zitten. En dan hebben we die verantwoordelijkheid niet. Dan heb jij die verantwoordelijkheid ook niet. Bovendien heb ik nu een buffer voor je, man. Ja, maar wat moet ik dan? En wat moet je dan? Ik zal je wat vertellen. Ik ga meubelmaker worden, hè? Ja, en dan?
Nou, ik heb hele goede ideeën om strandmeubelen te gaan maken voor al die tenten die hier zijn. En dan blijven we heus wel verbonden met het strand en de zee. En met mama. Bijvoorbeeld, ik heb hele goede ideeën om een soort loungebanken te maken voor op het strand. Dat mensen gewoon op het strand kunnen loungen. Weet je wel. En dan daar. En niet die gammele stoeltjes waar je je nek in breekt. En dan kun je me helpen. En dan gaan we samen in een busje, als een soort oude hippie samen, gaan we gewoon lekker naar het strand toe met die achter in die auto. Met allemaal meubels of tekeningen van meubels. Of jij gaat een fantasiemeubel maken en dan gaan we dat gewoon uitvoeren. Ik wil echt een business opzetten, hè? Hey, een business. En weet je hoe we dat noemen? Nou? Suzanne. Mijn mama. Suzanne Meubels. Suzanne Meubels, wat vind je ervan? Of Suzanne en zoon. Suzanne en vader en zoon. Nou, vind ik een prachtige naam, joh, voor een bedrijf. Suzanne, ja. Vader en zoon. Suzanne, vader en zoon. Dat mannen er altijd nog een beetje bij is. Strandmeubelen. Strandmeubelen. Oké, tot hier.